Als we geen acts met wilde dieren meer mogen opvoeren, verliezen we een groot deel van ons publiek, zeggen de circusdirecteurs. Het koninklijk besluit betekent de doodsteek voor onze sector. Maar volgens dierenrechtenorganisaties is het uitdoofbeleid rond het gebruik van wilde circusdieren goed. Wilde circusdieren in de kleine kooien raken gestoord. Dat dier wordt neurotisch, dat kan leiden tot depressie, apathie. Hè? Eigenlijk is dat dier gek. Ja. En dit zijn echte tekenen van slecht dierenwelzijn. Akkoord, dus dat zou kunnen dat er in sommige circussen de kooien soms te klein zijn.